Uh, het is ook niet makkelijk om Taiwan overigens nee, aan te vallen. Je moet dat dan amf amfibisch doen. Ja. Er zijn maar twee maanden in het jaar, april en oktober, geloof ik, waarbij de zee zo is dat ze dat zouden kunnen overwegen. Ja. Nou ja, goed. Het is, um, uh, nou, ik, ik acht het voorlopig nog ja. uitgesloten. Uh, maar het is wel iets wat, wat in de ambities van Xi, en dat heeft hij ja. ook vaak genoeg ja. gezegd, ja. meegewogen wordt. Ja. En wat voor gevolgen zou dat hebben internationaal gezien? Uh -huh. Nou ja, kijk, de, de gevolgen van zo'n blokkade, een militaire blo uh, een maritieme blokkade, ook al is die op dit moment niet. Niet permanent. Die zijn voor de economie een volgende klap. We hebben nu al inflatie deels doordat onze energieprijzen zo aan het stijgen zijn. Uit ja. COVID hebben we nog een tekort aan het leveren van halfgeleiders. 92% van alle halfgeleiders, zeg maar op het hoogste niveau, de slimme chips die uit Taiwan komen. Ja. TSMC is het, de, de, de fabriek die het daar produceert, komt uit Taiwan. 8% komt uit Korea. Dus ja, rekenen reken we uit. Dat kan de de wereld niet weer nou, niet